Ik wil graag een ervaring vertellen, een stilte-retraite van een paar weken geleden, waarbij je ontzettend je best aan het doen bent om heel diep stil te worden en dat je het idee hebt dat dat het gevoel geeft dat het ook zo is. En daar schrok ik van, daar werd ik bang van en ik kreeg de aanwijzing dat ik goed moest gronden om te zorgen dat ik niet in de maid weg zou gaan. En dat heeft de boel wel tot rust gebracht. Maar het is heel fijn dat jij nu zegt dat je dus kennelijk zo aan het doen bent geweest, dat dit dan ook het gevolg kan zijn. Dat is mogelijk, ja. Ik hou daar dus niet van. Nee, dat begrijp ik. Ja. En nu ben ik aan het kijken van wat is daar gebeurd en hoe ga ik. Ja. Ik ga niet te veel erover nadenken. Nee. Maar doe nooit meer iets tegen je systeem in. Ja, ik realiseerde me niet dat het tegen mijn systeem was. Dus was het zinvol om dat een keer te ervaren, ja. Dan weet je het. Ja. Spiritualiteit en forceren, die gaan niet samen. Focus is iets anders, ja. Maar die komt van binnenuit. Mijn focus in die tijd was enorm. Maar dat is iets heel anders dan dat ik mezelf dwong tot dit of dat. Ik kon niet anders, ik moest onderzoeken en schrijven en lezen en zitten. Wat moet het verschil zijn? Ja, uiteraard, you know. Ja. Iemand die stilte wil ontdekken, die gaat uit zichzelf gewoon bij iedere vrije 5 minuten zitten. Die is stil. Dat gaat vanzelf. Die ervaring is er ook. Yes. Ja, en dat lijkt me veel beter om daar gelegenheid aan te geven, ja. Of ruimte aan te geven, dan dat geforceerde gedoe. Dat is voor mensen bij wie dat past. Ja. Sommigen zijn van die fighters. Nou, prima. Maar ik denk dat die het uit zichzelf al zullen doen. We hebben te veel het idee dat het van buitenaf moet komen. En we hebben te weinig door dat je hele energiesysteem is gewoon pure intelligentie. Iedereen weet het al, eigenlijk. Het is alleen van, laat ik me afleiden door allerlei acties en aanpassingsneigingjes, of blijf ik er gewoon bij, no matter what. Maar je ziet dus op deze manier dat wij de stoppen kunnen doorslaan. Ja, dat is mogelijk. Ja. Want daar had ik geen idee van. Ja, maar goed, dat kan dus door dit soort dingen, dat kan door van alles en af wat. Je kan het systeem op hol slaan of uitflippen of zo. Ja, sure. Ja. Sure. Maar goed, het leuke is daarvan ook weer van de vrees was er van dit gaat niet goed, maar you're still here. Ja. Weet je wel, dus ook daarvan leer je van je kunt wel wat hebben. Alleen om die shit op te zoeken. What's the point? Ja. Maar jij zegt dus van dat. Kijk, ik ben opgeleid in dat soort stuff, hè. Werken met chakras, aura's, kundalini, de hele wereld. Als het systeem niet gewoon schoon is en die energie die komt vrij, die knalt overal bovenop en je krijgt gewoon een fucking mess. En wat ik zag toen we ontwaken bezig was, was dat al dat geknutsel vanuit een ego met het energiesysteem een hele bizarre toestand is. Dan gaat een onvolgroeid menselijk wezen bepalen hoe het energiesysteem, waar die een onderdeeltje van is, hoe dat zou moeten werken. Een deeltje kan nooit een groter geheel bevatten, het is altijd andersom. Nog verder uitgezoomd van het perspectief wat voor mij toen ontstond, bewustzijn, alles is gewoon perfect. Waar zitten we in godsnaam aan te rotzooien? En wat ik ook merkte, dat toen ik stopte met al die oefeningen en technieken, en believe me, ik was heel goed in die shit, bij mezelf, maar ook bij anderen, toen ik ermee stopte, begon mijn energiesysteem online te komen. Uit zichzelf. Waarom? Omdat die ego zich er niet meer bij bemoeide. Het is de ego, bij wijze van spreken, who fucks up the system. En dan gaat bepalen hoe het hersteld moet worden. Zouden we niet eerst beginnen met het niet to fuck it up? Dat lijkt me handiger, want anders voelt het voor mij als dwalen met de kraan open.
effectiever is die kraan dicht en de boel gewoon op laten drogen. Gaat vanzelf. Maar we denken allemaal van dat we het wel kunnen fixen. Nou, ik heb daar een aantal jaren rondgelopen, op een plek waar we daar constant mee bezig waren. En daar gebeurden wel wat leuke therapeutische dingetjes. Maar ik heb er niemand wakker zien worden. Weet je wel? En ik heb heel veel mensen verslaafd zien raken aan het jagen naar ervaringen. Schoten er dus geen fuck mee op. Excuse my French. Ja, als je dan een weg, dat is niet een techniek of een methode of iets. Nee, natuurlijk niet, want techniek is horen bij het ego. Het heeft met de spontane herkenning van hoe het is te maken. En als je al iets wil doen, nogmaals, is gewoon een paar dingen te onderzoeken. We zitten zo vol met allerlei dingetjes die we maar aannemen en maar napraten. Weet je wel, maar we onderzoeken zelden iets. Vandaar dat het soms het heel leuk is, dan komt er iemand zo in die spreekkamer. En dan de basisding is, oké, waar moet je? Of iets in die trant. Soms iets vriendelijker. Ja, ik. En ho, stop. Ik. What do you mean? Want als je niet eens weet wat dat betekent, is alles wat je daarna zegt bullshit. Weet je wel, want dan komt er een gefingeerd ik, waarvan we niet weten wat dat is, die me gegarandeerd gaat vertellen dat er ergens iets niet deugt. Er moet iets af of er moet iets bij. Want zo gevarieerd is het nou ook weer niet. Maar we weten niet eens waar we het over hebben. Nou, Advaita, of zoals ik het versta, of wat dan ook mijn teaching zou zijn, roept op, als je al iets wil doen, onderzoek eens waar je nou allemaal in gelooft. Vandaar dat ik zei, pen op papier is het beste spiritual tool. Schrijf een overtuiging op en ga kijken waar je de gaten in kan schieten. En of je überhaupt wel weet wat je opschrijft. Ik wil graag een beter leven. Oh, is die ik apart van leven? Wat is beter leven? Hoe definieer je dat? Wat betekent ik? Dat is één simpel zinnetje. Nou, de meeste mensen bij wie ik daar even zo tegenaan duw, die zitten binnen 2 minuten met mijn bek vol tanden. Terwijl ze mij overkomen, zoals ik altijd zeg, als behoorlijk intelligente wezens. Maar ze hebben er nooit ergens over nagedacht. Maar ze willen wel als ik, want ja, iedereen die neemt dat toch aan, wil ik wel een beter leven en graag snel een beetje, want ik ga niet iedere keer op en neer rijden. Weet je wel, dus heb 65 euro in een beter leven gaan. Yeah, right. Voor wie? Waarom? Wat is er mis mee dan? Dus wat veel beter verkoopt dan zelfonderzoek of rechtstreekse verwijzing naar werkelijkheid, is allerlei theorietjes en allerlei techniekjes. Van als je nou maar dit doet en je doet dat een hele tijd, dan word je zus of zo. Oh ja, dat wil ik wel.